hield wel goed in de ploeg. En nu kan Feyenoord weg. Vos. Opening op links, maar die is niet goed. Dit is geen buitenspel. Twee man op de goede af, waaronder Jeffrey. En die gaat scoren. Michael Jeffrey, die uit de school van Liverpool FC komt. Benut dit paasje van Burke. De buitenspelval klapt wel open, maar Jeffrey ontsnapt eraan. Die kan dan afspelen, maar besluit het zelf te doen. Door de benen van de Goeie is het 1-0 voor Fortuna, zo vroeg in de wedstrijd. Feyenoord is nog niet bekomen van de klap die Fortuna meteen in het begin heeft uitgedeeld. Maar nu is Stalment bevrijd van roest en staat Larsson bij de tweede paal te wachten. Maar zo kan het natuurlijk ook. Sanchez. Pablo Sanchez zet de ploegen weer op gelijke hoogte. Kool was het die de strijd van Stalment verloor. Roest komt niets ondernemen. Sanchez schiet zijn 10e van dit seizoen in de touw. Dat gaat die ploeg nog veel problemen opleveren. Als het ontdammend nu net bij het spel. Elke bal die achter die defensie valt is gevaarlijk zo. Overtreding dit van Schuiterman tegen Gray, niet voor gefloten. Want Fortuna behoudt balbezit. Lee. Daar de 2-1 voor Fortuna. Pauwe is de maker. Riksen gaf aan en de scheidsrechter kan dan zeggen, het is maar goed dat ik die voordeelregel toepaste. Dat is natuurlijk ook zo, als je het zo bekijkt. Van Bronckhorst dacht daar de bal af te nemen, maar lanceert onbedoeld Riksen. En die geeft de kans aan Pauwe en weer staat Fortuna voor. Koeman. Vos raakt de bal niet helemaal lekker en zoals na elk balcontact wordt hij dan uitgefloten door de eigen aanhang. En dus speelt Vos een uitwedstrijd min of meer. Die wacht af. Goeie bal, Vos. Vos. Goed aangenomen op de borst. De eerste bal van Vos ook, die niet van afkeurend gefluit wordt voorzien. Kennelijk hoort hij er weer bij nu. Op het dak. Van Bronckhorst. Die wat vaker zit laat terugzakken aan de linkerkant om daar Schuiterman in opbouwende zin te ontlasten. Maar dat komt Feyenoord niet slecht uit. En Sanchez. En dan toch de gelijkmaker. Iedereen lette op Sanchez. En toen is het Vos die daarvan kon profiteren. En dan wordt hij wel toegejuicht als hij scoort. De hele eerste helft wordt hij uitgefloten, uitgejouwd, kan hij niets goeds doen. Als dan Sanchez hier aan het rommelen slaat en Vos van buiten het penaltygebied verwoestend hard afrondt. Ja, dan hoort hij er weer helemaal bij opeens. Dat is toch gek hoor. Die relatie tussen Vos en het legioen. Daar snapt een zinnig mens niets van. Boateng. Oeh, slordig. Jeffrey. Knap gedaan van de Engelsman. En weer staat Fortuna voor. Een verschrikkelijke fout natuurlijk van Josje Boateng. Maar heel knap afgerond door Michael Jeffrey.
Gray stoorde. Boateng is van de kook en Jeffrey rond dan heel fijnzinnig af. Tweede doelpunt van de avond van Jeffrey. Zijn zesde in totaal dit seizoen. Larsson van Gastel. Vos. Goed gedaan, Vos. En dan zou die bijna voor de tweede keer succesvol zijn. Maar wat nam hij de bal knap aan. Het is daar vol en het is daar druk, maar met de borst vooruit. En dan speelt hij die bal ook nog goed vrij. Alleen is de uithaal dan minder verwoestend dan hij had gehoopt. Jeffrey trouwens. Koeman. Larsson vertrok op tijd en krijgt met een gelukje de bal mee. Nu is het wel een penalty. Nu moet de Graaf naar de stip toelopen. Nu kon hij niet anders. En de gele kaart gaat uit naar Jurgen Dirks. Prachtige paas van Ronald Koeman. Op het goede moment vertrekt bovendien Larsson. Lee kopt de bal dan nog voor Larsson de goede kant uit. En dan is de sliding van Dirks niet op de bal, maar op de enkels van Larsson. Koeman nam dit seizoen al 7 strafschoppen voor Feyenoord en schoot ze er alle 7 in. Koeman benut er al 7 dit seizoen en laat deze liggen. 7 strafschoppen dit seizoen benut, de 8e wordt gekeerd door Van Zwam. Ik geloof het of niet, maar Vos kreeg applaus toen hij het veld verliet. Dat was het eerste applaus wat er voor hem was. En hier is de gelijkmaker. Penalty zou het moeten zijn. En het is een penalty. De tweede van de avond voor Feyenoord. Want Sanchez werd, terwijl hij de gelijkmaker binnen wilde trappen, onderuit geschoffeld. In een geweldige scrimmage. Sanchez schiet eerst in. En dan is het Montoya die onderuit geschoffeld werd. Eerst de inzet van Sanchez. Vervolgens Montoya die onderuit ging. En dus weer Koeman. Dat is opvallend. Tien minuten geleden miste Koeman. Nu in dezelfde hoek is het wel raak. Dat is toch het lot tarten. Dezelfde hoek opzoeken. En dan wel die bal erin. Zo ziet de Kuip toch de 8e seizoenstreffer van Ronald Koeman. 3-3. Ze heeft verschrikkelijk veel haast. Het wil geen puntverlies oplopen en heeft om dat te voorkomen nog een treffer nodig. Daar staan niet zoveel minuten meer voor op de klok. Weer een vrije schop. Nog 12 minuten. Van Gastel. Montoya verlengt. Sanchez 4-3. Voor het eerst deze avond staat Feyenoord voor. Door Pablo Sanchez. De ijver die Feyenoord aan de dag legt, wordt beloond en vroeg ook om een beloning. Sanchez zorgt voor de bevrijdende 4-3. Qua voetbal iets wat geflatteerd, maar het ijver afgedwongen. Sanchez krijgt de complimenten. Er wordt niet veel gefloten.
Nu wordt er wel gefloten voor obstructie van Kleis. Gray is geïrriteerd. Spelers raken meer en meer opgefokt in deze wedstrijd. De Graaf zal het wat aan moeten trekken. De touwtjes. Oesta. 4-4. Dat kan ook nog. Riksen is de naam. Slechts weinigen hebben er lol om in de Kuip. Maar het past in het beeld van deze avond. Vierde treffer van Fortuna. Dit keer Riksen en het is weer gelijk. Lastiger. Pikoen met Simons. Nu is de bal over de lijn en dan mag Feyenoord gooien. Simons net in het veld. Solliciteert toch naar een rode kaart. Je kunt zeggen, Pikoen valt wel heel theatraal. Maar hij kreeg toch een klapje in het gezicht. Simons komt er vanaf met geel. Waar rood op zijn plaats was geweest.